Dominus vobiscum. Nexo sancti evangelii secundum Lucam. In die tijd merkten sommigen op hoe de tempel daar prijkte met zijn fraaie stenen en wijgeschenken. Toen zei Jezus, wat ge daar ziet, er zal een tijd komen dat er geen steen op de andere gelaten zal worden. Alles zal verwoest worden. Zij vroegen hem nu, meester, wanneer zal dat dan gebeuren? Maar hij zei, wees op uw hoede dat gij niet in dwaling gebracht wordt, want velen zullen optreden in mijn naam, en zij zullen zeggen, ik ben het, en het ogenblik is nabij. Loopt niet achter hen aan. En wanneer gij hoort van oorlogen en onlusten, laat u dan niet uit het veld slaan. Dat alles moet wel eerst gebeuren, maar het einde volgt niet terstond. Toen sprak hij tot hen, er zal strijd zijn van volk tegen volk en van koninkrijk tegen koninkrijk. Er zullen hevige aardbevingen zijn en hongersnood en pest, nu hier, dan daar, schrikwekkende dingen en aan de hemel geweldige tekenen. Maar nog voor dit alles geschiedt, zullen zij u vastgrijpen en vervolgen. Zij zullen u overleveren aan de synagogen en gevangen zetten. U voor koningen en stadhouders voeren, omwille van mijn naam. Het zal voor u uitlopen op het geven van getuigenis. Welnu, brengt het u in, dat gij dan uw verdediging niet moet voorbereiden. Want ik zal u een taal en een wijsheid geven, die geen van uw tegenstanders zal kunnen weerstaan of weerspreken. Gij zult zelfs door ouders en broers, door bloedverwanten en vrienden overgeleverd worden, en sommige van u zullen ze ter dood doen brengen. Gij zult een voorwerp van haat zijn voor allen, omwille van mijn naam. Geen haar van uw hoofd zal verloren gaan. Door standvastig te zijn, zult gij uw leven winnen. Verbondamini. Oorlogen en onlusten, aardbevingen, hongersnood, schrikwekkende dingen. Zo was het ten tijde van Jezus, zo is het altijd geweest, zo is het vandaag, zo zal het tot het eind der tijden blijven. Maar Jezus zegt daartussen, maar dat is nog niet het einde. Dus als we zo de nieuwsberichten horen en alles wat er in de wereld gebeurt, en als we zien hoe broos de mensheid aan het worden is zonder God, kunnen we denken, nu moet het eind der tijden er wel zijn. Maar dat dacht men de eerste generaties katholieken ook. Dat dacht men een paar eeuwen later ook toen Rome viel. Dat dacht men in de middeleeuwen met de pestuitbraak enzovoort enzovoort. We moeten altijd bereid zijn. Jezus spreekt deze woorden omdat hij wil laten weten wat er ook gaat gebeuren. Ik ben bij u. Zo was het in het begin, zo is het nu, zo zal het altijd zijn. De Heer is bij ons. En hij heeft het in zekere zin makkelijk gemaakt door zich tot Eucharistie te maken. We weten waar hij is, we weten hoe hij hier is. In de Eucharistie, als de Heer die zich totaal aan ons schenkt, hij is bij ons. De kostbare woorden van ons geloof. We hebben er een aantal de afgelopen weken langs gelopen. Natuurlijk het essentiële woord God, waarbij we direct denken aan de drie ene God van liefde. Het woord kerk, de bruid van Christus. Katholiek, de volheid van de betekenis van dat woord. De heilige traditie. Maria, die het fiat is, het antwoord op de openbaring.
Jezus, de Zoon, die Eucharistie is. En de betekenis van het woordje Eucharistia, de dankzegging van de Zoon aan de Vader om zich tot Eucharistie te mogen maken. En het belang van een woord als heilig misoffer. En wat geloven precies is. En zo zouden we nog een heleboel andere woorden kunnen noemen die van belang zijn. Bijvoorbeeld het woordje genade of het woordje devotie. Ook die zijn heel belangrijk. En het blijkt ook belangrijk om zo'n woord als priesterschap kennelijk nog wat meer te moeten uitleggen. Omdat in het verlengde daarvan woorden worden gebruikt tegenwoordig die niet kloppen. We kunnen van een priester nooit zeggen dat hij voorgaat in de Eucharistie. De priester is geen voorganger, maar we horen dat zo makkelijk gebruikt worden. Nee, een voorganger is iemand die uit een gemeenschap wordt aangewezen om naar voren te gaan en die gemeenschap te representeren. Maar dat is de priester niet. De priester is geroepen door de Heer, gezonden door de Heer, gewijd door de kerk, gewijd door de Heer. Hij representeert voor eerst Christus. En daarom kunnen we nooit zeggen dat een priester voorgaat in de mis. Hij celebreert de mis, hij draagt de mis op, hij viert de Eucharistie, hij leest de mis. Dat kunnen we allemaal gebruiken, maar die andere woorden moeten we maar terzijde schuiven. Zo ook dat woordje pastor met één O. Het was misschien ooit goed bedoeld uitgevonden om een priester aan te duiden die de pastoor met twee O's assisteerde. Maar het woordje pastoor werd langzaam maar zeker door iedereen gebruikt die de priester ging assisteren, de diaken, de pastoralwerkers enzovoort, zodat de oorspronkelijke betekenis verloren is gegaan. De bisschop heeft me nog een paar keer uitdrukkelijk gezegd dat het woordje alleen voor een priester gebruikt mag worden, maar daar is niet naar geluisterd. Oftewel, dit woordje is niet meer bruikbaar. En of we moeten het herijken en gaan gebruiken zoals het bedoeld is, maar dat lijkt heel moeilijk te zijn, dan moet het maar uitsterven. Woorden die verwarring zaaien moeten verdwijnen. En zo zijn er nog een heleboel woorden en woordjes die we zouden kunnen benadrukken en uitleggen. En dat alles niet om dan rond te gaan kijken waar het wel en niet goed wordt gebruikt. En als we denken dat het niet goed wordt gebruikt, allerlei boze brieven aan de bisschop te sturen. Of met een soort beetje zelfgenoegzame ergernis naar te kijken. Nee, dat is allemaal niet van de Heilige Geest. We zoeken naar de juiste betekenis van de woorden voor de toekomst, voor de jonge generaties, dat zij woorden aangereikt krijgen en weten wat ze betekenen. Dat zij woorden horen en daardoorheen de volheid van de katholieke betekenis beluisteren. Daarom is het goed van tijd tot tijd deze belangrijke woorden weer te herijken. Een heel belangrijk woord is natuurlijk ook evangelie. En we gebruiken het op twee manieren. We gebruiken het als de teksten, het evangelie van Lucas. Of we nemen het evangelie om daaruit te lezen. En de andere betekenis is de ruimere betekenis. Het evangelie wordt verkondigd. En dan weten we allemaal wat daarmee bedoeld is. In het Nederlands hebben we daar twee vertalingen voor gevonden. De eerste is blijde boodschap en de tweede is het goede nieuws. Maar deze vertalingen lijken een beetje afgesleten te raken, omdat het woordje blijde, blij, zo plat is geworden dat je er niet blij van wordt. Dus dat woord is eigenlijk niet meer helemaal te gebruiken. En het goede nieuws, ja, we horen over goed nieuws, slecht nieuws, fake nieuws. Het is ook allemaal te vloeibaar geworden. En wat zou erop tegen zijn om het woord evangelie, gewoon het woord evangelie te laten? Het mag toch een woord zijn dat zo uniek is voor die unieke gebeurtenis die het weergeeft. Want in dat woord evangelie is heel de zelfopenbaring van de drie-ene God gevat. En daarom hebben we daar eigenlijk geen goede vertaling voor. En kunnen we het maar beter gebruiken en die andere twee vertalingen weer terugvervangen door het oorspronkelijke woordje evangelie. Want daarin wordt alles uitgezegd. Evangelie wil zeggen de drie-ene God die liefde is, zich aan ons toont, tot ons spreekt en zich aan ons schenkt. En dat alles centraal in de persoon van onze Heer Jezus Christus, waarlijk God, waarlijk mens. Hij
is het evangelie. En we weten, als we aan Jezus denken, denken we aan Hem als mens geworden, gekruisigd, verrezen en in de Eucharistie aanwezig. Daar hebben we het evangelie. En daarom behoort het tot het evangelie dat wij zeker op de zondagen samenkomen om de heilige mis mee te vieren en Jezus in de communie te ontvangen. Het woord evangelie in zijn volle rijkdom laten klinken. Bovendien is de stap makkelijker te maken naar evangelisatie. Want dat is nodig. Dat was nodig in de tijd van Jezus. Dat is al die eeuwen nodig geweest. Dat blijft nodig in deze tijd. Evangeliseren. Wij zelf moeten geëvangeliseerd worden. Altijd maar weer katholieker worden op weg naar de heiligheid. En wij zijn gezonden om te evangeliseren. Om aan heel de wereld het evangelie. Dus Jezus, mens geworden, gekruisigd, verrezen en in de Eucharistie aanwezig te verkondigen. De evangelie vraagt uit haar wezen dat er geëvangeliseerd wordt. Zo behouden we dit kostbare woord. We kunnen ons afvragen, maar hoe moeten we dat dan doen? En in de loop der tijden vindt men altijd weer nieuwe wegen, nieuwe methoden. Maar Jezus in het evangelie gaf iets veel wezenlijks aan, meer wezenlijks aan. Hij zei, als u wordt opgepakt en u moet u verdedigen, ga dan niet zelf nadenken wat je zou gaan zeggen. Nee, de Heilige Geest geeft u op dat moment een taal. En dan zegt Jezus, die niet te weerstaan is. En dat is iets heel indrukwekkends. Het zijn niet zozeer de woorden die niet te weerstaan zijn, als wel de Heilige Geest die door die woorden heen spreekt. Oftewel de woorden die de Heilige Geest geeft, waardoorheen Christus kan werken. En dat maakt die woorden onweerstaanbaar. En dat is de weg van de evangelisatie. Wij zoeken woorden, wij zoeken naar wegen waardoorheen Jezus zelf kan werken. En als mensen een glimp krijgen van zijn liefde, dan zullen ze iets gaan begrijpen van de onweerstaanbaarheid van het evangelie. En als ze de volheid zien, als wij de volheid zien van Jezus' liefde, gekruisigd en in de Eucharistie aanwezig, dan begrijpen we, dit is onweerstaanbaar. Dit is wat ons hart altijd gezocht heeft. Een onvoorwaardelijke liefde van degene die ons het leven heeft geschonken en die ons het eeuwig leven wil schenken. Zo de Heilige Geest afsmeken om die taal te vinden om te evangeliseren, waardoorheen de mooiheid, de goedheid en de waarheid van Christus de wereld in kan schijnen. En zijn liefde is onweerstaanbaar.